Bij Ethiopië denkt men aan een arm land met veel oorlog, geweld en hongersnood. Het land van Haile Selassie. Met onze reis is voor ons dit beeld totaal veranderd. Vroeg gaan we op stap in dit onmetelijke land. Onze reis gaat naar het Koptische christelijke noorden, het Arabische oosten richting Somalië en de nomadische stammen in het zuiden. Harar is de vierde belangrijkste heilige stad van de Soenitische moslims en een belangrijke handelsstad tussen de kust en Addis Ababa. Het is een 1000 jaar oude Arabische stad richting Somalië, ommuurd met bijna 100 moskeeën. Met een lokale gids verkennen we de bedrijvige stad met een museum en rijk ingerichte woningen van handelaren. Muziek zit ook hier hen in het bloed. 'S Avonds is er een lokaal popconcert met veel jeugd. De muziek is een mix van Ethiopische muziek en lookalike Michael Jackson. Muziek is in Ethiopië overal. Ook zie je hier mobieltjes en internet. Dus ook hier gaan de ontwikkelingen door. Water is in grote delen van Ethiopië een immens probleem. Elk jaar valt er in het regenseizoen zeer veel water met erosie tot gevolg. Het water verdwijnt tevens onder de grond. Er zijn zeer grootschalige irrigatie- en drinkwaterprojecten nodig om het gehele jaar door de beschikking te hebben over water. Met als gevolg lange wachttijden bij de schaarse pompen en distribueren over grote afstanden. Lopend en met karren. Onze tocht gaat naar het zuiden, naar Arbemins en Yinka, een uitvalbasis naar de vele authentieke stammen.